Til op die benen. En spreid en sluit. Leg neer, houd de knieën recht. En omhoog en omlaag. En draai en draai. Hoe zit het met jouw fantasie? In welke opzicht? Kan je dingen indenken? Kan je zo meteen omdraaien en denken dat er zo meteen een WK-wedstrijd gaat beginnen? Dit verandert in een echt veld, stadion. Er gaat zo meteen een wedstrijd beginnen. Ja, dan wel. Zie je het voor je? Ja, toch. Hoeveel Marokkaanse supporters zijn er ongeveer? Hoeveel passen in het stadion? 50.000. 35.000. 35.000? Ja. Zo, ze hebben wel... Ik weet niet hoe ze dat gefixt hebben. Ja, je weet hoe Marokkanen zijn overal in de wereld. Als er voetbal aankomt, is... Dan zijn ze er. Dan zijn ze er echt. Voor de wedstrijd is er altijd een warming-up. Voor de warming-up zijn er veel spelers die hebben wedstrijdrituelen. Mm-hmm. Heb jij die? Mm-hmm. Dat je standaard iets doet voor de wedstrijd. Nee, man. Elke keer anders. Nee, ook niet elke keer anders, maar ik doe niet zoveel. Oordopjes in, gewoon rustig, man. Til op die benen en spreid en sluit. Hé, hey, we gaan zo meteen het veld op, want de warming-up gaat zo beginnen. Mm. En normaal gesproken heb je een warming-up van het land, het gaat op een bepaalde manier. Maar ik ben benieuwd naar jouw ideale warming-up. De warming-up van Hakim Ziyech. Jij bent de baas, ik doe mee. Ben ik de baas? Ja. Iedereen zijn eigen warming-up. Nou, ik weet niet, ik doe mee. Ja, maar iedereen zijn eigen warming-up. Wat is jij doet gewoon hoe jij warm wil worden, ik doe hoe ik warm wil worden. Doe je weet je die oefeningen, weet je sprinten, je toch die loopscholing dingen. Dan ga je aan de bal, man. Begin 5 keer heen en weer. Dat doe jij gewoon. Als jouw warming-up is, ga jij heen en weer rennen. En dan doen we gewoon rustig die dingetjes. Gewoon, ja, gewoon die hier. Rustig. 5 minuten. Ja, boos, ja. Kijk eens om je heen, zo naar de mensen. Zo. Ja, doe je dat? Tuurlijk. Kijk jij zeg maar wie er in het stadion zit? Nee, nee. Maar een beetje sfeer proeven, toch? Ja? Een beetje sfeer proeven. Je hebt niet vast ergens bekend of die ergens zitten? Of... Nee. Die weet, daar weet je meestal. Die weet je altijd van, oké, die zitten daar. Maar daar kijk je niet naar. Heb jij zenuwen voor de wedstrijd? Nee, man. Helemaal niet? Nee. Hoe dan? Ja, focus. Focus. Ja, maar je kan ook gefocust zijn en zenuwen hebben. Maar jij... Waarom zenuwen? Goeie vraag. Waarom zenuwen? Nooit zenuwen. Kan je tijdens de warming-up al voelen dat je een goede wedstrijd gaat spelen? Ja. Ja? Ligt eraan hoe die warming-up verloopt, toch? Echt? Een paar trappen op goal? Een paar trappen, een paar crossballen. Als die allemaal strak gaan, dan weet voel je al wel van, ja toch. Oh, rustig deze, gewoon doorlopen. Oh. Dan krijg je hier. Hoe is dat? Ja, hoe ging je? Mijn meniscus ging een beetje zo. Ja. Hij ging doorlopen. Oh. Ja, maar ja, die dingetjes gewoon. Ja. Dat doe je, maar dat is ook onderdeel van de warming-up. Gewoon een beetje geintjes uithalen. Gewoon, ja, weet je toch? Je moet wel leuk vinden wat je doet. En dan een beetje crossballen, hoog houden. Crossbal. Broer, doe even zo. Brody. Is hij recht? Hé, hey, die meniscus. Even voor de duidelijkheid waarom sommige ballen niet lekker gingen. Kijk, het zijn een beetje bolle schoenen. Ja, maar heb ik ook last van toch? Maar... En ik heb ook geen maat 33. Hoezo 33? Wat heb je? 39. 40. Dat zeggen ze, degene die kleine voeten hebben, die hebben goed schot. Mm. Wist je dat? Ja. Ze zeggen ook dat mensen die grote neus hadden goed kunnen kloppen. Ja. Geen voorzet, ik ga je laten zien. Geen voorzet dan. Dat bedoel ik. Stel je voor, je hebt een klein pijntje. Mm-hmm. Een kleine pijntje. In de warming-up. Wat doe je dan? Pijnstillen nemen of zo? Je hebt niet een moment dat je denkt, hey, ik heb pijn... Wacht even hoor, even wachten. Nee? Nog niks aangeven, even kalm aan. Gewoon aangeven, ik krijg geen pijnstillen. Ga je door, hè?
die loopt, houd de knieën recht. Two-touch. Verplicht twee keer raken. Je hebt drie thema's waar je uit mag kiezen. Want tijdens de two-touch, twee keer raken, moet je ook iets benoemen van dat thema. Je mag kiezen. WK-spelers aller tijden, WK-spelers van nu of de deelnemende WK-landen. WK-landen. Mensen die beginnen verliezen meest. Oké. Marokko. Portugal. België. Iran. Rusland. Oh, je doet gewoon jouw poel? Spanje. Frankrijk. Egypte. Duitsland. Oeh. Ja, jongen. Ja, jongen. Je wil leuk doen. Geschiedenis. Kom hier. Weet je wat die ding is? Er zijn gewoon zoveel landen. Ja. En die komen pas naar boven wanneer die bal is gestuiterd. Oké, wacht. Misschien komen ze ook als ik je een klap op je achterhoofd geef. Ja, toch, geef. Hakim, op zijn Marokkaans Hakim. Ziyech, op zijn Marokkaans Ziyech. Laat ons genieten van jouw prachtige skills. Hey! I want you to all say it with me. Ma'alem! Dit was zeg maar de openbare training. Heel het stadion heeft meegekeken. Mm-hmm. En nu is het tijd voor de besloten training. Oké. Okay. Ready? Sowieso. Je mag zo meteen als eerst naar binnen en mag bepalen waar we gaan staan. Is goed. Staan we dan? Wat betekent het voor jou om voor Marokko te spelen? Alles. Er komt een bepaald trots naar boven. Er komt een bepaald power naar boven. Het is kippenvel, man. Hoe trots is je familie dat je daar straks staat? Heel trots. Heel trots. Ik denk dat ze al vanaf november, toen we het gehaald hebben, dat ze het alleen maar over het WK hebben. Wie is jouw grootste fan binnen de familie? Grootste. Ik denk toch wel mijn zus. Mijn zus, ja. Ook de meest kritische? Nee, dat is mijn broer. Dat is mijn broer. Wat is jouw status binnen het team? Gewoon een... De grote man? Nee, niet de grote man wil ik niet zeggen. Maar... ik doe gewoon mijn ding. Ja, toch? Gewoon mijn ding op het veld en een steentje bij te dragen om ons land trots te maken. Bescheidenheid siert de vos. Wat is je status in het land, als je daar binnenkomt? Ja, die is wel extreem. Die is wel... Neem ons mee, je komt daar aan. Ja, je probeert natuurlijk wel soms, weet je... Als je daar aankomt, probeer je wel je capuchon op te doen of je pet op. Maar dat heeft eigenlijk nauwelijks zin, want er is altijd wel eentje die je herkent. En als eentje herkent, dan heeft de rest het ook door. En dan is het moeilijk om weg te komen. Dus op straat lopen is lastig. Je bent de meest populaire speler in Marokko, heb ik mij laten vertellen.
Waarom doe je zo bescheiden? Ja, weet ik niet. Zo zit ik helemaal in elkaar. Mensen vallen flauw. Huilen als ze jou zien. Rennen achter je aan. Ja, ja. Wat doet dat met jou? Ja, dat geeft me toch wel een blij gevoel dat mensen zo naar me opkijken. En dat geeft mij alleen maar motivatie om meer voor ze te doen. Wie wordt je directe tegenstander tegen Spanje? Geen idee. Geen idee. Je weet niet wat ze gaan doen. Want het is de derde poolwedstrijd. Dus ja, weet je. Normaal gesproken Iniesta? Normaal. Nee, niet Iniesta. Ik sta bij Marokko meer rechts buiten. Dus. Alba. En dan komen we nu uit op een van de meest emotionele momenten van de wedstrijd. Het volkslied gaat beginnen. En dan weet je, die camera gaat langs jou komen. En dan gaan spelers toch altijd op een bepaalde manier kijken. Wat doe jij? Ik sta meestal altijd zo naar beneden. En echt dat volkslied echt tot me door te laten dringen. En gewoon dat kippenvol moment krijgen. Je bent niet echt een meezinger, meer iemand die het gewoon voelt. En helemaal... Yes. En helemaal erin gaat. En, als die camera langskomt, doe je niet even knipoogjes over? Nee. Even breed staan. Dat niet. Ik probeer het wel even. Maar dat probeer je al voordat die volkslied begint, toch? Maar, er valt weinig te zien daar. Maar je weet toch. Je probeert gewoon dat gevoel te krijgen. En daarna dat gevoel mee te nemen naar de wedstrijd. Wie wordt topscorer van het WK? Messi. Beste speler van het WK? Neymar. Wie gaat het WK winnen? Als je realistisch bent, is de kans klein. Maar je moet hem gewoon uitspreken. Nee, je moet hem gewoon uitspreken. En wij worden wereldkampioen. Marokko wordt wereldkampioen. Trouwens, yeah. Wat wordt jouw celebration als je een goal maakt? Deze? Oh, deze standaard. Als jij scoort, doe je deze? Het is nu gewoon bij die kapper als dan deze. Ja. Nee, hoor, ik weet niet hoor. Hey. Ik weet niet hoor. Je hebt hem nog niet? Ik heb hem nog niet. Kapsel ook niet? Nee, man. Nog niet over nagedacht? Nee. Moet ik met iets geks komen of gewoon normaal blijven? Jij mag het zeggen. Als jij zegt gek, doe ik gek. Als jij zegt normaal, dan doe ik normaal. Authentiek. Echt eentje van jou, die alleen van jou is. Zat hij gewoon hier verstopt? Zat hij gewoon daar verstopt? Je bent ook een rare frats, jij, man. Nederland doet niet mee. Maar dit is jouw moment om alle Nederlandse fans voor Marokko te winnen.
Je gaat zo meteen in deze ijskar, dan gaan we ijsjes uitdelen. Dan moet je ze even omkopen. Omkopen? Ja, omkopen. Hoe koop jij om? Laat me zien hoe jij omkoopt. Ja. Willen jullie ijs of niet? Ja. Ja? Zijn jullie voor Marokko? Ja. Oké, klaar, ik krijg je ijs. Hij gaat los. Hij gaat stuk. Got skin like vanilla ice cream. Got strawberry lips supreme. And hair the color of a chocolate dream. No ifs ands or buts. Soef, jij bent gierig, man. Fuck al, man. Je moet eerst altijd zeg maar aan anderen geven, dan aan jezelf. Doen. Yes, alsjeblieft. Mr. Ziyech. Ja. De laatste legendarische woorden zijn voor jou. Ja, steun ons op het WK. En wij willen dus, we zullen jullie steun zeker voelen. Ook als je er niet bij bent. En, we gaan er alles aan doen om jullie trots te maken. Yum, yum, yum. Bam. Dum, dum. Hey. Yum, yum. Dijon, dat was het dan weer. Dames en heren, tot een volgende keer.